ziet het verrijzen, tot leven komen. In de techniek bijten. Met niks iets laten werken. Ze willen allemaal op de knop drukken, maar dan is het wel mijn knop. Om doodstaal tot leven te wekken kun je niet zonder hydraulic, electrical en control systems. Een installatie wordt in beweging gezet met hydraulische en elektrische systemen. Alles wat beweegt wordt aangedreven met hydrauliek of met elektra en vaak met een combinatie. En om al die kracht te beteugelen heb je controle nodig. Elektrische systemen worden op verschillende niveaus toegepast. Elektromotoren, sensoren, hydraulische pompen, alles werkt op elektriciteit. De gewenste functionaliteit valt of staat met elektrische systemen. Daarom houdt de elektro-engineer goed contact met de klant, maar ook met zijn collega's. We werken veel samen. Alles hangt van elkaar af. Daarom worden we vaak in een vroeg stadium bij het ontwerp betrokken. Met alle hydraulische en elektrische onderdelen op hun plaats kan de installatie zijn werk doen. Maar daarvoor is een derde factor nodig: besturing. De Control Systems Engineer vormt zich een beeld van wat er moet gebeuren en vertaalt dat naar een technisch ontwerp. Vervolgens kunnen software engineers aan de slag om systemen en programma's te maken die voor de besturing zorgen. De besturing is behoorlijk complex, maar door alles in logische kleine stappen op te delen, blijft het overzichtelijk en weet je ook dat het gaat werken. De Control Systems Engineer ontwerpt en ontwikkelt het systeem van PLC tot gebruikersinterface. Je gebruikt kleine microcomputers, maar ook grote netwerken. Je gebruikt Windows, PLC-besturingen, maar daarnaast is er nog zoveel meer. Dit is een paradijs voor iemand die van besturingstechniek houdt. Zonder aandrijving en besturing heb je niets aan een installatie. De betrokken engineers zijn er daarom meestal al vanaf het begin bij. En ze houden contact in de multidisciplinaire meetings. We hebben elk ons eigen werkterrein, maar het heeft geen zin om op eigen houtje van alles te doen als de rest er niets van weet. De omvang van de installaties stelt de engineers regelmatig voor grote uitdagingen. Heel veel onderdelen kun je zo uit de kast trekken, maar er zit altijd wel iets bij dat net even iets anders is. Of dat het zo groot is en het is nog nooit gemaakt, dan moet het opnieuw ontworpen worden. In wezen is het een creatief beroep. Je hebt niet de artistieke vrijheid zoals een kunstenaar, maar je hebt wel de vrijheid om iets te verzinnen hoe je iets gaat laten werken. Het zijn stuk voor stuk beroepen waar een echte liefhebber van techniek zijn ei in kwijt kan. Projecten hebben een kort en staart. Je hoeft dus niet je hele leven hetzelfde te doen. En dat maakt het zo mooi. Wil je direct aan het werk met elektrische, hydraulische of control systemen? Kijk dan op www.huisman.info.